Dan ga ik toe naar de aankondiging van de eerste spreker. Dat is Harold van Waveren. Harold, je mag vast hier naar boven komen. En als ik het dan echt fout zeg, vind jij, dan mag je me gewoon corrigeren. Harry, als je op Harold zoekt, op LinkedIn, dan staat er waterexpert. Maar wie is hier nog meer waterexpert? Volgens mij een zaal vol. Ja, een zaal vol. Dus Harold is nog meer. Hè? Je bent hier als voorzitter van het landelijke coördinatieteam waterverdeling. Hele mond vol. Wij noemen dat dan VZLCW bij Rijkswaterstaat. Want we zijn heel goed in afkortingen. En je bent verbonden aan het watermanagementcentrum in Nederland. Je werkt bij Delft. Je werkt in Rijkswaterstaat en je bent een echte Delftenaar. Die hebben we ook niet zoveel meer bij Rijkswaterstaat. Maar langzamerhand komen ze steeds meer. Wie nog meer heeft in Delft gestudeerd? Kijk. Hartstikke goed. Heel goed. Blijf dat doen en zeg dat je kinderen dat ook moeten gaan doen. maar behalve dat, ben je een, en dat heb ik net gezegd, jouw rol was voorzitter van de LCW. En de LCO. Dus we hebben hoog- en laagwater. Dus we hebben waterverdeling en wateroverschot. En het fijne van jou is, zoals je hier staat, je bent nuchter, je bent rustig. En als ik het echt niet meer weet, is dit een van de mensen waarvan ik denk, hier kunnen we onze, als Nederland onze handen wel aan toevertrouwen, of ons land wel aan toevertrouwen. Want bij jou zijn we in goede handen. Jij gaat nu je verhaal vertellen over een natje en een droogje. Klopt. Goed, ja. Dankjewel. Aan mij de eer om het jaaroverzicht te presenteren. Dat doen ze meestal aan het eind van het jaar. Ik doe dat nu, het extreme weerjaar en met name de gevolgen daarvan voor het water voor 2018. En daarbij begin ik stiekem één dag eerder, 31 december 2017. Heel Nederland zat aan de oliebollen. Behalve dan een paar mensen in het watermanagementcentrum, dat centrum van waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie in Lelystad. Want er zat misschien wel een hoogwater op de Maas aan te komen. Orde grootte 1500 kuub, vergelijkbaar met wat we deze week ook hadden. Misschien zelfs wel 2000. En niet alleen een hoogwater op de Maas, want dat zou dit soort beelden opleveren. En dat doet dus vandaag deze week ook. Nee, er zat ook een flinke depressie aan te komen. Een storm en misschien wel tijdens springtij. Noordwest, nou dan weet iedereen wat er aan de hand is. Dat kan best spannend worden. Ook wetend dat de maand december al ontzettend nat was. Dit is het plaatje van het KNMI, de neerslag. Dat komt neer op meer dan twee keer de normale maalthoeveelheid. Dus Nederland was al kletsnat. Veel mensen hier ook in de zaal waren denk ik al druk bezig. En dan met die twee andere voorspellingen erbij. Dat zag eruit als werk aan de winkel. Nou, dat bleek dus ook echt het geval. Want wat we aan voorspellingen gekregen hadden van het KNMI, dat bleek dus ook echt te gebeuren. Mooie krul in deze depressie, veel wind erin. En inderdaad, zoals Nancy net al zei, voor het eerst in de geschiedenis al de stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat tegelijkertijd dicht. En niet alleen die stormvloedkeringen, ook de Maas piekte inderdaad. Gelukkig maar 1400 kuub per seconde, dus iets minder dan deze week. Maar toch wel met het nodige werk voor de regio, voor de waterschappen. En deels Rijkswaterstaat natuurlijk ook. En daar kwam bovendien nog een piek van de Rijn achteraan. 7500 kuub per seconde. Dat is natuurlijk aan de andere kant veel, maar ook weer ten opzichte van de 16.000 waar de Rijn intussen voor ontworpen is, beperkt. Maar het was wel de eerste keer dat de ruimte voor de riviermaatregelen, veel daarvan, in werking traden. En dat leverde natuurlijk hele mooie beelden op. We hebben een aantal van al net gezien in de film. Ik zal er zo meteen nog een paar laten zien. Niet alleen de Rijn stond hoog, ook het IJsselmeer kwam omhoog. Het was een van de redenen waarom de balgstuw dicht moest. Markermeer stond hoog. Bij Monnikendam liep een buitendijks terrein onder waar recreatiewoningen stonden. Waarschijnlijk wisten de eigenaren niet dat ze buitendijks iets gekocht hadden. Nu wisten ze het wel. Waarschijnlijk meest Duitsers, zeg ik er ook bij, waarschijnlijk. Ze zijn er in ieder geval van doordrongen dat waterbeheer heel belangrijk is in Nederland. Dit is ook een leuke, want dat is een watersysteem dat weinig mensen kennen. Het Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal. Want daar gebeurde ook iets bijzonders. Wat je moet weten is dat de marge die wij hebben op het Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal eigenlijk maar 10 centimeter is. Streefpeil is min 40, alarmpeil is min 30. En dat heeft met name te maken met het ijfront bij Amsterdam. Op het moment dat we op die min 30 komen, dan moet het ijfront dicht, anders loopt een deel van Amsterdam onder. Dus die marge is heel klein.
In januari hadden wij in dit blokje het volgende aan de hand. We zagen heel veel neerslag aankomen, want dat systeem is echt neerslaggestuurd. Het gaat echt alleen maar over regen. Zware buien die uiteindelijk op dat systeem Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaal terechtkomt. Dat moet dan bij Gemaal IJmuiden eruit. En we zagen aankomen dat dat pijl wel eens meer dan 20 centimeter zou kunnen gaan stijgen. Wat we toen gedaan hebben met slim watermanagement, dat is een van die nieuwe maatregelen van het Delta-programma, dat is in die regio geïmplementeerd. En dat bleek heel goed te werken in deze periode. Want we konden daar aan de ene kant voorspuien en malen bij IJmuiden. De waterschappen die hebben ervoor gezorgd dat dat water goed vastgehouden werd in hun gebied. Waardoor we aan de voorkant 10 centimeter naar beneden gingen met het pijl. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat na die enorme hoosbuien we precies op die min 30 uitkwamen. Zodat uiteindelijk daar de boel goed onder controle was. En voor mij was dat een belangrijk leerpunt van vorig jaar. Slim watermanagement op deze manier werkt. In dit geval bij hoogwater. Maar daar komen we zo meteen nog op terug bij laagwater. Want ook bij laagwater blijkt het een hele goede methode te zijn. Waarin Rijkswaterstaatwaterschappen nauw samenwerken. Om ervoor te zorgen dat we de marges die we hebben ook optimaal benutten. En er ook niet buiten komen. Als je dan kijkt naar die hoogwaterperiode van januari samengevat, dan kon je dus eigenlijk alles bij elkaar zien dat overal in het land we heel veel water hadden, ook vanwege die voorgaande neerslag in december, maar dat het nergens echt extreem was. Dat voor het eerst dus alle stormvloedkeringen tegelijkertijd dichtgingen, voor het eerst gebieden ruimte voor de rivier functioneel en daarbij dus ook de kanttekening dat ruimtelijke adaptatie helpt. Het is natuurlijk niet de oplossing, maar het levert wel weer een bijdrage aan het beheersen van de problematiek. Waterschappen en Rijkswaterstaat in goede samenwerking vol aan de bak. Maar uiteindelijk was die situatie in die maand prima beheersbaar. Mooie exposure ook voor ons werk. Hè. De beelden gingen de hele wereld over. Ook heel goed voor het waterbewustzijn in Nederland. Heeft misschien ook geholpen bij een betere opkomst bij de waterschapsverkiezingen gisteren. Ik heb de detailcijfers nog niet gezien. Maar ik weet bijna zeker dat het hoger is dan vorig jaar. Ik hoorde zelfs mensen die gingen niet voor de provincie stemmen, maar wel speciaal naar dat stemhokje voor het waterschap. Nou, dat is toch prachtig. Dat is echt een beloning voor ons werk, denk ik dan. En wat we dus ook zagen, met name in dat rivierengebied, waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit gaan hand in hand. Prachtig dus. En slim watermanagement werkt. Niet alle bewoners van het rivierengebied waren even tevreden trouwens. Deze wat zielige bever zit hier te wachten tot zijn burcht weer droog valt. Maar die prachtige plaatjes van de Spiegelwaal bij Nijmegen Lent, die gingen de hele wereld over en die waren natuurlijk fantastisch. En eigenlijk vond ik dit het mooiste plaatje. Hè? Water altijd verrassend. Wie had ooit gedacht dat wij in Nederland nog eens konden wildwaterkanoën toen we begonnen met dat programma van Ruimte voor de Rivier. Goed, dat over hoogwater. Nu even een klein intermezzo, want we hadden ook nog een periode met wateroverlast. Dat was in mei. Veel mensen zijn dat alweer vergeten. Maar wateroverlast was wel degelijk ook aan de hand. Ik heb 3 plaatjes meegenomen, allemaal uit diezelfde maand. Boven, Noord-Nederland, Drenthe. Linksonder, Midden-Nederland, Arnhem, deze stad. Rechtsonder, Zuid-Nederland, Sittard-Geleen. Ook dat hebben we afgelopen jaar aan de orde gehad. Extreem weer. Er zijn weermannen die zeggen, welkom in ons nieuwe klimaat. Wen er maar aan. Ik denk dat dit wel voorbeelden daarvan zijn. En daar zal zo meteen na de pauze de weerman zelf, neem ik aan, nog uitgebreid op ingaan. Dit is gewoon 2018. Ja, en toen werd het droog. Ik heb dit plaatje van Bart Vonk geleend. Hij is van Berend Vonk, ik weet niet of het familie is, maar ik vond hem wel mooi. Want we hadden iedere keer record lage waterstanden bij Lobith. Dat had onder andere was het gevolg van neerslagtekorten. Hè. De plaatjes kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Liep op tot ongeveer 300 millimeter. Kwam op een gegeven moment zelfs boven 76 uit. Uiteindelijk is 2018 op de 5e plaats terechtgekomen qua droogte. Maar het was dus echt extreem droog. En dan waren er regio's waar het nog een keer extra droog was. Achterhoek Twente, Oost-Brabant, Limburg en delen van Zeeland. Die hebben echt het heel zwaar gehad. Mede omdat dat juist de gebieden zijn waar geen wateraanvoer mogelijk is. Helemaal afhankelijk van grondwater. Nou, hier nog even het lijstje van neerslagtekorten. Eens in de 30 jaar ongeveer, als je het hebt over neerslagtekort, het afgelopen jaar. Nou, als je dan kijkt naar de afvoer van de Rijn, dit is de periode april tot november. Nou, we hebben echt een hele lange periode gehad met echt lage afvoeren. Die eens in de 10 tot 20 jaar voorkomen. Eens in de 20, denk ik, op een gegeven moment als langdurige periode. En dat liep nog door tot half december. Dus dat was echt heel lang.
Met als absoluut record qua waterstand uiteindelijk 6,52 meter NAP. Dat zegt natuurlijk niks, want de bodem daalt en daarmee daalt die waterstand ook vanzelf mee. Dus we hebben om de paar jaar wel weer een nieuw record, maar toch, het laat wel zien dat het droog was. Bij de Maas viel het gelukkig mee, want daar zijn ze gewend aan lage afvoerder, lage waterstanden. Weliswaar nog steeds eens in de 10 à 20 jaar, maar eigenlijk waren er daar geen grote problemen. Althans, als je het hebt over de Maas zelf, natuurlijk de hogere gronden eromheen, grondwater gestuurd, daar wel. Maar de Maas zelf viel gelukkig mee, dat was in ieder geval een geluk bij een ongeluk afgelopen jaar, dat het daar relatief goed ging. Nou, als je dan kijkt hoe dat droogteseizoen verliep, eigenlijk begonnen we begin juni langzamerhand op te schalen. Verhoogde activiteit ook bij het watermanagementcentrum, maar ook in de regio al eerder, denk ik. Zeker op die hoge zandgronden. Medio juni begonnen die grondwaterstanden echt serieus te dalen. De kleinschalige wateraanvoer Midden-West-Nederland werd ingezet omdat er verzilting dreigde. Vervolgens begon ook het peil van het IJsselmeer onverwacht snel te dalen. Waardoor de bestuurders in de regio wat zenuwachtig werden en er een bestuurlijk overleg nodig was om te bekijken hoe we daarmee om zouden moeten gaan met elkaar. En het feitelijk opschalen naar niveau 2 is uiteindelijk begin augustus, mede op basis van die situatie bij het IJsselmeer, gebeurd. Nou, daarna zagen we de echt snelle toename van de verzilting. We zagen ook dat de waterkwaliteit verslechterde overal in het land. Ook niet heel extreem, zeg ik er meteen bij, maar het gebeurde wel op heel veel plaatsen. Ja, kortom, zo hadden we echt een heel palet aan aandachtspunten waar we met elkaar mee aan de slag moesten. Heel breed, heel gevarieerd, maar toch, alles bij elkaar hebben we het met elkaar beheersbaar gehouden, denk ik. En wat misschien ook wel belangrijk is, als je de vergelijking maakt met het vorige extreem droge jaar, dit jaar hebben we gelukkig geen wildnisachtige toestanden gehad. En daarnaast hebben we ook geen code rood gehad, zoals in 2003, voor de energievoorziening. Toen hadden we heel veel koelwaterproblemen. Misschien dat de meeste van jullie het niet eens meegekregen hebben, maar toen zijn we echt langs het randje gegaan van stroomuitval. Nou, als je dan als laatste op deze sheet de verzilting van het IJsselmeer nog meeneemt, dan hebben we dus denk ik een goed plaatje van het totaal, wat er allemaal gebeurd is. Uiteindelijk konden we 27 september, eind september, afschalen van niveau 2 naar 1. Maar de hinder voor de scheepvaart bleef. Juist die lage afvoeren, die waren in september, oktober, november. Dus dat ging gewoon door. En uiteindelijk zijn we pas vanwege die lage afvoer in 20 december helemaal af kunnen schalen naar het normale niveau. Dat wilde niet zeggen dat alle problemen voorbij zijn, want die verzilting van het IJsselmeer ging gewoon door. Dat is gewoon een kwestie van doorspoelen met Rijn IJsselwater. En dat is een enorme bak water, dus het duurde gewoon tot 1 februari voordat we de chloriedeconcentratie bij Andijk, het drinkwaterpunt van PWN, weer onder de 150 milligram per liter hadden. En als je kijkt naar het grondwater, het heeft lekker geregend de eerste helft van maart met name. Dus er zullen wel wat gestegen zijn, maar ik neem aan, ik heb nog niet de cijfers gezien, maar ik ga ervan uit dat we nog steeds, zeker op die hoge zandgronden, regio's hebben waar het grondwaterpeil nog steeds niet normaal is. Goed, dat over het droogteseizoen zelf. Tijdens dat seizoen hebben we natuurlijk heel veel de verdringingsreeks gebruikt, prioriteitenlijstje waarmee we water verdelen. Die heeft in het algemeen goed gewerkt. Er waren alleen af en toe wat vragen over definities. Dus bijvoorbeeld, wat is onomkeerbare natuurschade? Wat zijn kapitaalintensieve teelten? Wat is proceswater precies? Die vragen gaan we beantwoorden. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar over het algemeen heeft die verdringingsreeks goed gewerkt. Als je dan kijkt wat we dan ook van de afgelopen zomer geleerd hebben, nou, dan is bijvoorbeeld een belangrijk leerpunt dat het wettelijk kader wat we gebruikt hebben met elkaar, waar ook onder andere die verdringingsreeks in past, hè, waterwet, waterbesluit, alles wat eruit voorkomt, allerlei AMVB's, dat wettelijk kader werkt gewoon goed. Dat hoeft niet aangepast te worden. Misschien dat er voor het volgende droogteseizoen nog wel een beleidsregel met betrekking tot drinkwater en chloride komt. Hou dat in de gaten, want daar wordt op dit moment nog over nagedacht. Dat gaat met name, is dat relevant voor de mensen die oppervlaktewater beheren op de verziltingsgevoelige locaties. Dus bijvoorbeeld langs de Lek, langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. Verder die verdringingsreeks, ik zei het net al, hè, geen aanpassing nodig. Er was wel behoefte aan meer toelichting, dus we zijn op dit moment bezig om daar een handleiding voor te schrijven. Met meer verduidelijking van die definities, met heel veel voorbeelden, ook een stukje historie erin, hoe die ooit bedoeld is geweest, die verdringingsreeks, hoe we hem ook toepassen als LCW. Dus kortom, dat komt ook binnen afzienbare tijd, waarschijnlijk rond mei, begin mei, op de website van de Helpdesk Water. En wat ik daarbij heel belangrijk blijf vinden en wil benadrukken, die verdringingsreeks heeft gewoon ruimte voor regionaal maatwerk. Dus de beheerders in de regio
die mogen binnen categorie 3 en 4 zelf de prioriteitenvolgorde bepalen met elkaar. En wat we geleerd hebben van de afgelopen zomer is dat het ook heel handig is om dat te doen met elkaar. Het voorkomt heel veel discussie tijdens de droogte zelf. Bijvoorbeeld zo'n bestuurlijk overleg IJsselmeergebied wat we nodig hadden toen het peil wat snel ging dalen. Ja, het wordt wat minder ingewikkeld als je daar vooraf met elkaar een keer over nagedacht hebt. Dus vandaar ook mijn oproep, voor zover dat nog niet gebeurd is in jullie regio. Ga daarmee aan de slag, samen met de andere waterbeheerders in het RDO, samen met de provincies. Om hier met elkaar voor zo'n volgend droogteseizoen over na te denken. Als je dan kijkt als derde belangrijk aandachtspunt voor het droogteseizoen 2019. Dat vorige punt ging eigenlijk over onze onderlinge communicatie. Hè? Ook de communicatie naar de gebruikers is ontzettend belangrijk. Over maatregelen, over risico's, eigenlijk liefst al ook weer voor het droogteseizoen. Hè? Ook voor watertekorten is het ontzettend belangrijk dat een gebruiker vooraf weet waar hij wel, maar vooral ook niet op kan rekenen. Zodat hij daar bijvoorbeeld een boer zelf rekening mee kan houden in zijn bedrijfsvoering. Want ja, sommige mensen denken wel eens dat de hoeveelheid water in Nederland oneindig is. Dat afgelopen jaar heeft weer eens onderstreept dat dat zeker niet het geval is. En dan is het handig dat gebruikers dat ook weten, dat ze risico's in kunnen schatten, dat ze op basis daarvan zelf eventueel maatregelen kunnen nemen in hun bedrijfsvoering, of ze kunnen in gesprek gaan met de waterbeheerder om te kijken of er iets te verbeteren valt, of collectief. Maar gewoon weten, je realiseren dat er iets is, daar begint het hele gesprek mee. En dat ook is een oproep van mijn kant, ook vanuit de LCW. Als je dat doet, helpt dat uiteindelijk ook weer in de crisisbeheersing. Ja, dan even heel specifiek, want de meeste zijn toch inspecteurs op keringen, effecten op waterkeringen, want daar is heel veel gebeurd. Dit is weer datzelfde plaatje van het neerslagtekort. Ik heb hier even het waarschuwingsniveau voor inspecties van veenkade getekend. Volgens het STOA-handreiking begint dat ongeveer bij 175 mm neerslagtekort. Sommigen beginnen al eerder. Rijnland bijvoorbeeld begint al met 125 mensen naar buiten te sturen. Noorderkwartier die begint pas bij 225, maar dit is ongeveer de bandbreedte. En dat is ook heel veel gebeurd. Ik kom daar zo meteen nog op terug, want dit is dan de veenkaderproblematiek. Maar we hebben ook te maken gehad met zanddijken met grasbekleding. Waarbij dus die bekleding zo slecht werd dat het zand eronder dreigde weg te spoelen. Dat wil je natuurlijk niet als keringbeheerder. Er zijn wat voorbeelden van kunstwerken met wat problemen. We hebben negatieve piping gezien, we hebben scheurvorming in kleidijken gezien. Ik laat er zo meteen een paar voorbeelden van zien. Om te beginnen die veenkades. Ik denk dat de meeste van jullie die prachtige drone-video van het Wetterskip kennen. Met enorme scheuren, waar de prikstok bijna helemaal volledig in verdwijnt. Waar je ook makkelijk een schoen in kunt zetten. Als je het nog niet gezien hebt, op YouTube staat die. Echt prachtige beelden. En dat laat dus ook zien dat die veenkaderproblematiek heel serieus genomen moet worden. Uiteindelijk hebben we met elkaar bijna 2.500 kilometer dijken en kades geïnspecteerd. Dit is de onderverdeling per waterschap. En om een paar voorbeelden te noemen van de grotere, dit is Noorderkwartier. Links was hun fase 1 inspectie, dat begint bij 225 mm neerslagtekort. Ja, op een gegeven moment werd het 275 en toen zijn ze massaal naar buiten gegaan om 500 kilometer kades te inspecteren. Bij Rijnland een vergelijkbaar verhaal, 875 kilometer geïnspecteerd, soms meerdere keren, dus totaal 1750 kilometer, echt met de hand langsgelopen. Totaal 115 mensen ingezet, 500 meldingen van, daar is misschien iets aan de hand, wat leidde tot 114 locaties met extra monitoring en 7 reparaties. Rechts zien jullie een paar voorbeelden daarvan. Stichtse Leilanden, dit plaatje dat haalt natuurlijk ook altijd het 8 uur journaal en het 7:30 journaal van RTL ieder jaar weer. Hun manier om veenkades nat te houden. En dit is dan een ander onderwerp. Dit ging over een van die kunstwerken waar problemen optraden. Dit is stuw de Haandrik in het oostelijk deel van Vechtstromen. Een stuw van 100 jaar oud. Hij is wel langzamerhand aan renovatie toe, maar hier kregen we dus onderloopsheid. Het zand spoelde weg onder de stuw door, omdat aan de benedenstroomse kanten droog dreigde te vallen. Waardoor dus dat zand, en dit is een prachtig plaatje wat ook de stentor gehaald heeft van een van de medewerkers van het waterschap. Maar dat ging dus, je kreeg onderloopsheid, dat zand spoelde weg en dat is uiteindelijk opgelost door daar met big bags en plastic een assortiment tussen reservoir te creëren, zodat dat verval wat minder werd. Nu wordt die stuw, of hij is al eigenlijk, wordt die gerenoveerd iets eerder dan gepland. Maar dat kan dus ook gebeuren tijdens een droge periode. Daarnaast scheurvorming klei. Dat was eigenlijk pas een beetje aan het eind van het droogseizoen, ook in primaire keringen.
Waarom we daar met name zorgen over maakten, was dat dat een probleem zou kunnen worden op het moment dat de waterstanden van de rivieren weer gaan stijgen. En Nancy zei het al, op een gegeven moment zaten we weer midden in het hoogwaterseizoen, nog steeds met laagwater. En als op dat moment je keringen problemen hebben vanwege scheurvorming en klei, kan dat een ontzettend risico zijn. Dus we hebben ook voor gewaarschuwd vanuit de LCW-LCO met een aantal aandachtsgebieden. Ik heb ze hier op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld kijk goed naar de deklaag, maar ook naar de kern. Hè, want dat zijn onzichtbare scheuren. Als Rijkswaterstaat hebben wij in ieder geval een aantal locaties op die manier wel degelijk bekeken, omdat we het niet vertrouwden. Je stabiliteit kan afnemen, je erosiebestendigheid kan afnemen. Microstabiliteit, met name overgangen, hè, die krimp, daar kan tot problemen leiden. Op het moment dat het hoogwater werd, dus we hebben een mailtje de deur uit gedaan naar alle keringbeheerders, jongens, let hierop. En toen het echt hoogwater werd, dat was met name op de Maas, hè, en eind van het jaar hadden we nog een piekje, hebben we opnieuw datzelfde mailtje de deur uit gedaan. Jongens, let op, want hier kan iets serieus aan de hand zijn. Ja, hier een paar foto's, Oostvaardersdijk, Markermeer. Dat zijn toch wel stevige scheuren voor een primaire kering. Hier een voorbeeldje van een compleet uitgedroogde dijk, Dronten Meerdijk, waarbij het altijd wel opvallend is dat direct achter de dijk het veld wel groen kan zijn. En de dijk zelf niet. Heeft misschien ook iets met maaibeheer te maken, ik weet niet of timing, maar het valt wel op. Dit is een voorbeeld van Rivierenland, een grote scheur op een weg op een primaire kering. Nou, dit bleek uiteindelijk gelukkig geen doorgaande scheur in de dijk zelf te zijn. De scheur die bleef hangen in de fundering van de weg. Dus dat is ook gemeld aan de wegbeheerder. Die hebben het opgelost en daar wordt zo'n dijk alleen maar sterker van. Maar het zijn wel aandachtspunten. Op het moment dat je het ziet, moet je alert zijn. Want voor je het weet, is er wel wat aan de hand. Dit was ook een leuke. Uittredend water. Normaal gesproken gaat dat vanaf de rivier naar binnen. Dit keer hadden we omgekeerde piping. De waterstand die daalde zo ver dat hij beneden de grondwaterstand kwam. En uiteindelijk gaat het water dan in plaats van vanuit de rivier het land inwaarts andersom lopen. En dan krijg je dit soort kleine kwelwelletjes. Niet groot, geen probleem. Maar ook hier weer aandachtspunt. Want het moet ook niet groter worden dan dit bij voorkeur. Dan conclusies waterkeringen. Even alles op een rijtje. Droogte, zoals in 2018, komt eens in de 30 jaar ongeveer voor. We hadden geluk dat de Maas niet extreem laag stond. Droogte zorgde voor heel veel inspecties, overal in het land. Maar uiteindelijk was die situatie goed beheersbaar. Op een beperkt aantal locaties schade. Heel arbeidsintensief, dat dus wel. Dus misschien moeten we ook hier kijken met innovatie of we dat toch wat kunnen beperken met elkaar. Dat kan best handig zijn. Ook belangrijk om te weten is dat de gevolgen van de droogte nog steeds niet voorbij zijn. Hè. Die scheuren in klei en grasbekleding zien we nog steeds her en der. En het herstel van die grasbekleding wordt eigenlijk pas in het voorjaar duidelijk. Dus we moeten met elkaar nog steeds alert blijven op de gevolgen van de droogte. En een vraag voor mezelf was nog wel, dit was een eens in de 30 jaar. Zijn we met elkaar voorbereid op een droogte van eens in de 100 jaar? Die is nog echt een slagje extremer is. Nou, daar moeten we denk ik ook met elkaar over nadenken. Ik ben bijna aan het eind met de vraag, gaat dit vaker voorkomen? Nou, daar hebben we zo meteen een uitgebreid verhaal voor over van de Weerman. Maar ik vat het even samen vanuit mijn perspectief. Temperatuur. Ja, dit gaat vaker voorkomen. Heel simpel, omdat de temperatuur in Nederland intussen sinds begin vorige eeuw met 2 graden gestegen is. En dat stijgt alleen maar door. Als je kijkt naar zeespiegelstijging en verzilting, dat stijgt ook alleen maar door. Het kan wat sneller gaan, het kan wat langzamer gaan, maar het gaat gewoon toenemen. Dus die verziltingsproblematiek neemt ook toe. Neerslag, ja, dat weten we niet helemaal zeker wat daar gebeurt. Als het stromingspatroon, het weerpatroon blijft zoals het nu ongeveer is, met veel westenwind, ja, dat zijn met name die L-scenario's van de KNMI, klimaatscenario's, dan zal het niet zo heel veel veranderen. Als we meer oostenwind krijgen, dat zijn die H-scenario's, ja, dan wordt het echt een stuk droger en serieus droger. Ja, dat is dus best een fors risico. Maar in beide gevallen hebben we meer verdamping door hogere temperaturen, meer intensieve buien, met name in de zomer, en jaargemiddeld ook meer regen. Nou, en dat laatste kan bijvoorbeeld voor het grondwater wel weer helpen, als we zeggen dat we misschien meer water moeten vasthouden en meer aan grondwatervoorraadbeheer zouden moeten gaan doen met elkaar, gezien de ervaringen van afgelopen zomer. Als we kijken naar de Rijnafvoer, nou, dan zien we eigenlijk een trend die vooral te maken heeft met het feit dat de Rijn nu een gletsjerrivier is. En daarom heb ik dat plaatje hier rechtsboven meegenomen. Dit is Zwitserland. Die rode bolletjes zijn allemaal gletsjers. Hoe groter het bolletje, hoe groter de gletsjer. Rood laat zien hoeveel van die gletsjer nog over is in 2080 in een klimaatscenario van plus 2,8 graden. Nou, die 2,8 graden, ik ben bang dat we die gaan halen met elkaar. En wat je hier ziet is dat er nog maar heel weinig overblijft van die gletsjers. En dat de Rijn dus langzamerhand een regenrivier wordt.
Dat zie je niet meteen terug. In eerste instantie door die extra smelt zal waarschijnlijk die zomerafvoer van de Rijn min of meer gelijk blijven. Misschien zelfs wat stijgen, ook scenario's waar het wat daalt. Maar op langere termijn, 2085, 2100, zie je in alle scenario's dat die Rijnafvoer naar beneden gaat. En dat we dus als waterbeheerders, als we dit zo tegemoet zien, vol aan de bak moeten om hier vervolgens ervoor te zorgen dat we als Nederland daarmee om kunnen gaan. Maasafvoer nog even voor de mensen die uit het zuiden komen. Dat is vooral dus nu al een regenrivier. Dus als je kijkt naar neerslag, dan is dat ongeveer ook wat je ziet terugkomen in de afvoerregime van de Maas. Goed, conclusies. Slotconclusies. Waterschappen, Rijkswaterstaat, een goede samenwerking. Vol aan de bak afgelopen jaar. Situatie goed beheersbaar. Watersysteem behoorlijk robuust. We zagen bijvoorbeeld dat de kleinschalige wateraanvoer nu al veel meer kan dan we dachten. We zagen ook bijvoorbeeld het IJsselmeer, ondanks dat er wat rumoer was, dat we uiteindelijk maar 9 centimeter van die buffer die we hebben gebruikt hebben, zelfs in een extreem droge jaar. Dus daar konden we misschien ook in de toekomst nog wel mee vooruit. Wat je ook zag was het handelingsperspectief bij dat grondwater beperkt is. Daar gaat het echt, wat ik net zei, over voorraadbeheer in de periode voorafgaand aan de droogte bij voorkeur. Natuurlijk hadden wij een prachtig exposure, ik heb het net al gezegd. Waterbewustzijn, heel belangrijk. Dat is er nu en dat moeten we ook benutten, die kans, om met gebruikers in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over risico's, wat ik net zei. Dan hadden we nog slim watermanagement. Ik noemde het voorbeeld van wateroverlast. In diezelfde regio hebben we het ook heel veel gebruikt voor bijvoorbeeld die verziltingsbestrijding. Het werkt gewoon. Voor mij is een hele belangrijke conclusie, als we alles uit ons systeem willen halen wat erin zit, dan is slim watermanagement gewoon heel belangrijk met de huidige infrastructuur die we hebben. Zo snel mogelijk breed uitrollen zou mijn oproep zijn, ook voor de rest van het land. En dan gaat het vooral ook over meer data inwinnen, verbeteren van de ontsluiting, delen van informatie tussen waterschappen, tussen Rijkswaterstaat en waterschappen. En op die manier kunnen we echt alles uithalen wat erin zit. Ja, en als laatste, extreem weer levert ook een extreem goed leermoment. Daar hebben we volgens mij met elkaar ook maximaal gebruik van gemaakt, met z'n allen naar buiten. Dat moeten we ook maximaal benutten, hebben we voor een deel ook gedaan. Het gaat er nu om het ook te borgen voor de komende jaren. Zodat we volgende droogteperiodes, maar ook hoogwaterperiodes, beter aankunnen. Nog beter aankunnen. Ik sluit af met een plaatje wat ik al heb laten zien. Water, altijd verrassend. Ik wil eraan toevoegen dat het niet altijd waterverrassend is, maar dat wij onderling samen er ook voor gezorgd hebben dat wij net als deze kanovaarders altijd in controle waren. En daar ben ik trots op. En daar wil ik iedereen die daaraan bijgedragen heeft ook voor bedanken. Namens WMC en LCW. Dankjewel. Nou, volgens mij een indrukwekkend verhaal, hè, waar het allemaal bij elkaar komt. Ik heb in ieder geval één vraag voor je, want je hebt het veel over water, maar misschien is het wel goed om te vertellen, en wat betekent dat nou voor het werk aan onze keringen en de standzekerheid ervan? Ja. Kun je dat in 15 seconden ongeveer, of een minuut of zo? Ja, ik heb het lijstje al laten zien. Hè. Aan de ene kant kun je zeggen dat die wildernisachtige gebeurtenissen, dat vind ik heel belangrijk, dat hebben we gelukkig niet meer gehad. En dat komt ook omdat er heel hard gewerkt is naar wildernis. Zeker onder leiding van de STOA. En dat zag je ook buiten. Heel veel mensen zijn daarmee bezig geweest. Uiteindelijk hebben we dat gewoon heel goed beheersbaar gehouden met elkaar. Maar als je kijkt naar de gevolgen van die droogte, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste onderdeel van mijn verhaal wat ik net liet zien. De gevolgen zijn nog niet voorbij. Blijf alert, zeker ook nu weer met zo'n hoogwatergolfje, ook richting het volgende seizoen. Die waterkeringen, dat blijft toch het fundament van Nederland. Zonder waterkeringen is dit land voor 60% onder water. Dus continu alert zijn, ook tijdens droge periodes, dat is ontzettend belangrijk. Oké, heel goed. Nog één ruimte voor één vraag uit de zaal. Wie? De eerste vinger. Harold, even een vraagje of tussen een opmerking naar aanleiding van wat jij hebt verteld. Een van jouw plaatjes, dat ging over voorbereiding droogte seizoen 2019. Ja. Volgens mij hoort er nog een stapje bij. Dat heeft ook te maken met de geschiedenis van Nederland. Maar één stapje wat erbij hoort is van, hoe houden wij daarvoor al water vast? En hoe zorgen wij dat
mensen die met de waterbestrijding bezig zijn, ook denken aan watertekort. Ik heb daar een voorbeeld van. In Oost-Nederland, in Twente, is bovenop, en de grens met Duitsland, is het altijd veel te droog. En tot mijn stomme verwondering was vorig jaar of jaar daarvoor, was het hoogwaterbestrijdingsprogramma bezig om de natte voeten van Zwolle te verzorgen. En toen ik de vraag gestelde van nou, kan je dat water niet boven vasthouden, want daar hebben ze tekort. Toen zagen ze ijsbranden. Ja. Dat was even een opmerking van, elke keer als het te hard regent, elke keer als er water komt, nu ook met al dat ijs en sneeuw wat in Zwitserland is, wij moeten er nu aan denken, hoe houden we dat vast straks? Dat is het. Ja, okay. Ja, dit is een herkenbare oproep. Ik roep zelf altijd, waar je ook mee bezig bent met water, bijvoorbeeld met dijken, neem watertekorten mee in uw plannen. Maar niet alleen watertekorten, we moeten gewoon integraal denken met elkaar. Ook in het ruimtelijk domein erbij. Maar in de praktijk zien we dit wel vaker. Dit is wel ook een van de dingen die uit de beleidstafel droogte en de landelijke evaluatie gaat komen. Hè? Ik noemde net dat voorraadbeheer voor grondwater. Dat heeft daar ook mee te maken. Dat gaat over water vasthouden, gaat voor een deel over bergen. WB21 is dit eigenlijk nog, hè? In 1998, voor degenen die dat meegemaakt hebben. Vasthouden bergen aanvoeren, maar ook vasthouden bergen aanvullen misschien wel. Wel zeg ik er meteen bij dat de waterschappen en ook Rijkswaterstaat, we zitten continu op een balans van wateroverlast en watertekort. Ik heb die voorbeelden laten zien van die wateroverlastsituaties in mei. En vorig jaar, 2 jaar geleden in Brabant-Limburg, kregen we bakken kritiek, alleen met name het waterschap, hè, omdat we het water niet vroeg genoeg hadden weggelaten. Hè. Toen had je die wateroverlast, enorme schades. Dit jaar krijgen we kritiek dat we het niet vastgehouden hebben. Dus... Het gaat uiteindelijk om het zoeken van die balans. En daarbij moet je met name integraal denken. Dat blijft gewoon mijn oproep. En volgens mij zitten hier heel veel nuchtere denkers in de zaal. Dat is ook altijd de essentie van het vak civiele techniek, zeg ik erbij. Hè. Een beetje boerenverstand gebruiken, dan kom je aan heel eind. Die oproep zou ik ook willen doen. Blijf nadenken, denk integraal. Niet alleen van het waterdomein, maar ook het ruimtelijk domein. Oké, dankjewel. Harold. Graag gedaan.